Laten we ze er maar uit. Ik denk dat ze dat wel goed vinden. Ja, hey. Dag knappe jongen. Dag mijn knappe jongen. Hey. Dag knappe jongen. Kom maar hoor, oude man. Kom maar hoor, oude man. Daar ben je dan thuis. Hey. Daar ben je dan. Dit is een prachtige, prachtige plek, een hele rustige plek met een heel mooi natuurgebied hier tegenover. We zitten in totaal op 3,5 hectare grond, dus met hele grote schuren erbij. En het is in 2003 is dit de mooiste boerderij van Dalen geweest. Dus ja, en daar wonen wij nu. De eerste eenden en ganzen wonen er inmiddels en de komende tijd komen er nog 150 bij. De vogels hebben het hier beter voor elkaar dan in hun vorige thuis in Erica. Eigenaar Tries in Hof woont nu naast de ganzenopvang. De dieren willen we lekker 's nachts in de stallen hebben, dus niet buiten op het erf. Dus dat ze gewoon lekker beschermd zitten en dat we ook als we medicatie moeten geven gewoon 's nachts eruit kunnen. En tevens als dierenambulances voorkomen rijden, moeten we nu iedere keer naar het opvangcentrum. En dan is het veel handiger dat ze gewoon naar huis kunnen komen. Hé, hey, ouwe man, hè? Hey. Zo, hé hey, jongens. Kom maar ganzenvrienden, hè? Hey. En eendenvrienden. De komende tijd wordt het erf opgeknapt, zodat Akka's ganzenparadijs nog paradijselijker wordt. Is dat al een beetje naar zin? Nou, vraag dat maar aan David zelf. Het lijkt erop, hè David, dat je het wel erg leuk vindt hier. Kom maar, gaan we lekker naar je vrienden. Kom maar, gaan we lekker naar je vrienden. Ga lekker naar je vrienden. Hè? Lekker naar je vrienden. Hoppatee.